Museum en Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht viert de 97e verjaardag van Kees de Jager. Maar wie is deze bijzondere Utrechter? Ik ben blij dat u met zulke grote getalen bent gekomen. We vieren hier de verjaardag van Kees. De reactie op de uitnodiging is ook overweldigend geweest. En tegelijkertijd hebben wij tal van reacties van mensen allemaal tekenen van sympathie en warmte zijn. En ik denk dat dat ook de reden is dat we hier allemaal zijn. Kees de Jager, op 97-jarige leeftijd nog fervent hardloper. Professor emeritus, sterrenkundige van wereldnaam. Utrecht kende hem vooral als de directeur van de Sterrenwacht. We bevinden ons hier in de bibliotheek van Sterrenwacht Zonneborg. En dit is eigenlijk een plek die vroeger, historisch gezien, een heel erg mooi kijkje geeft in hoe de Sterrenwacht er vroeger uitzag. En we hebben hier aan de muur onder meer portretten hangen van de hoogleraren die Sterrenwacht Zonneborg en wereldberoemde Zonnesterrenwacht hebben gemaakt. En daaronder vinden we onder meer Marcel Minnaert en professor Dr. Kees de Jager. Ik kwam in 1939 hier aan, uit Nederlands-Indië. De reis was vertraagd door de oorlog, die intussen was uitgebroken. Dus de colleges waren al aan de gang. En nadat ik mijn rooster van colleges had opgehaald, bleek me dat het eerste college wat ik kon volgen op een dinsdagmorgen was hier in de Sterrenwacht. Dus ik op een fiets hier naartoe. Moet je voorstellen, zo'n jongetje uit Indië die niets kent van de wereld hier. En dan kwam ik aan en ik stond met mijn fiets voor de Sterrenwacht. En toen komt een meneer aan met een zwarte snor en die zette zijn fiets binnen. Ik zei, meneer, mag ik die fiets van mij ook binnenzetten? Toen zei die meneer, bent u een student? Ik denk, waarachter, ik ben een student hier. Nee, dat mag het niet. Dan mag u de fiets hier buiten zetten. Komt u maar naar de collegezaal. Dat was Minnaert dus. Hè? Dus ik achter hem aan en naar die collegezaal. En daar heb ik mijn eerste college, überhaupt mijn allereerste college van deze universiteit gevolgd. Mijn eerste college sterrenkunde. En toen die fascinerende man dat eerste les heb horen geven, toen dacht ik, nou, ze kunnen praten wat ze willen. Ik ga sterrenkunde studeren. Kun je Sjaak nog even laten zien? Ja, ik heb thuis ook nog. Kees is op drie manieren heel bijzonder. De eerste is als wetenschapper. Hij heeft alle prijzen die je op dat terrein, zoals de medal van de British Royal Academy, gekregen. De tweede is dat het een enorm organisator is gebleken te zijn van de wetenschap, ook internationaal. En ten derde is het een uiterst beminnelijk mens die heel veel studenten heeft opgeleid en geenthousiasmeerd voor de wetenschap, maar dat heeft hij ook voor het grote publiek gedaan. Hij treedt nog altijd op met lezingen en hij weet mensen enorm te inspireren voor wetenschap, met name sterrenkunde. Ik heb hier vanaf 2002 op de Sterrenwacht gewerkt, toen het al een publiek sterrenwacht was, een museum. En die tijd was Kees de Jager, was de bestuursvoorzitter. En in die hoedanigheid heb ik ook veel met hem samengewerkt. En dat is een hele plezierige samenwerking, omdat Kees een ongelooflijk aardig mens is. Dat straalt hij op alle mogelijke manieren uit. En dat merk je ook volledig in de samenwerking met Kees. Daarnaast is Kees natuurlijk een wetenschapper die ook wel een voorbeeld voor mij is geweest. En dan vooral een wetenschapper die zijn eigen wetenschappelijke werk ook graag met anderen deelde en met het grote publiek deelde. En dat past ook precies bij de functie die we hier in het museum hebben. We willen het grote publiek kennis laten maken met wetenschap. En Kees was een van de mensen die op een fantastische manier dat kon uitleggen. Eenvoudig, doorspekt met humor, met veel anekdotes. Hij heeft natuurlijk een enorme leeftijd bereikt en heeft dus ook heel veel meegemaakt in de wetenschap. En daar kan hij fantastisch over vertellen. Allerminst verloren tijd. Met niks om handen en de hele bibliotheek dag en nacht ter beschikking gaat zijn studie in ijltempo. En dan komt zijn specialisatie al in zicht. Minnaert heeft me op de zon gezet. Hij in de oorlogstijd dus, toen ik nog onderduiker was, toen kwam hij bij me en zei, je moet maar eens beginnen aan een proefschrift te werken. Hij zei, onderzoek jij die en die spectrale lijnen in het spectrum van de zon. Aldoende dat je daaruit kon afleiden wat het verloop van diepte was en de druk en de dichtheid. De zon is niet één oppervlaktemperatuur, maar die temperatuur neemt toe met de diepte. De druk neemt toe met de diepte en dat heb ik allemaal kunnen afleiden dankzij die waterstoflijnen. En dat toen Minnaert dat onderwerp gaf, toen wist hij nog niet dat je dat zou kunnen doen. Maar dat bleek toch mogelijk te zijn. Ik kwam als student hier in Utrecht om wiskundeleraar te worden of misschien sterrenkundige.
in 1961. Ik had nog nooit van Kees gehoord. Ik heb in Utrecht sterrenkunde gestudeerd. En in die tijd heb ik Kees leren kennen. Als éminence grise die toen rondliep. Ik heb zelf geen colleges van hem gehad. Maar ik heb wel vrij veel van hem gehoord. Na een half jaar dacht ik, ik wil misschien toch liever sterrenkundige worden dan wiskundeleraar. Toen zei hij weer, dan moet je met Minnaert gaan praten. Dus ik kwam hier op de sterrenwacht, ik sprak met de secretaresse. Ik zei, ik wil graag met Minnaert spreken. En zij zei, kom nou, die doet zulke dingen niet, maar u mag wel met professor De Jager praten. Daar had ik nog nooit van gehoord. Hij is een van de markante personen in de Nederlandse sterrenkunde, durf ik wel te zeggen. Hij is voor de sterrenkunde in Utrecht heel belangrijk geweest. Hij heeft verschillende belangrijke leerlingen gehad. Ed van Heuvel is een voorbeeld. Amsterdam wordt geleid, was een instituut dat bijna dood lag, tot een van onze beste studenten bij me kwam en zei, ik ben gevraagd of ik in Amsterdam wilde komen. De beste student, Ed van den Heuvel. Ja, nou, ik ben bij Kees de Jager gepromoveerd. En hij heeft mij ook mijn eerste baan aangeboden. Dat was assistent aan de Vrije Universiteit in Brussel in 1962. En dat was het begin van mijn astronomische carrière. Had ik nooit gedacht, overigens. Maar ik leerde dus van hem van alles over de evolutie van sterren. En dat is waar ik mijn hele leven verder in gewerkt heb. En wat ik in Kees zo enorm waardeer is zijn enthousiasme en zijn ontzettend positieve instelling ten opzichte van mensen. En dat hij ook geen enkel probleem heeft met kritiek. Want in 1959 volgde ik een college bij hem. En er zat wel ergens zat er een foutje. En ik vond dat foutje. En ik zei, ja, wat moet ik nou aan die professor zeggen? Ik vertelde, oh ja, je hebt helemaal gelijk. Oh, dat was inderdaad fout. Dus geen enkel probleem als je ook zei, ja, iedereen maakt wel eens een keer een foutje. Ja, en verder een groot wetenschapper. Hij heeft natuurlijk enorm veel gedaan een van de leidende mensen in de steratmosfeer fysica. Spectroscopie van de zon en van sterren. We staan hier bij de Utrechtse zonneopstelling, de zonnespectrograaf. Dat is een kijker van 7 meter lang en daarachter bestaat een gedeelte dat 4 meter lang is of naar keuze 13 meter lang. Kunnen kiezen. Zo'n grote kijker die kan je moeilijk aan een pijler zetten en dan draai je naar alle richtingen van de hemel, zoals we het met andere gewone kijkers wel kunnen doen. En daarom heeft men hiervoor het volgende bedacht. Bovenop het dak van deze sterrenwacht staan spiegels. Sterren, net als onze eigen zon, dat zijn eigenlijk grote brandende gasbollen. Nou ja, brandend, dat zijn ze niet echt. Wat er gebeurt is een heel ingewikkeld proces waarbij de brandstof van de zon samengesmeed wordt en daarbij wordt licht en warmte gemaakt. Nou, het grote verschil is met planeten, dat planeten helemaal geen zonlicht maken. Die weerspiegelen alleen maar het licht. Net zoals dat bijvoorbeeld deze spiegel van de zonnetelescoop heel mooi het licht van de zon weerkaatst. Die vangt het licht van de zon op, eentje vangt het op, kaatst het naar een ander spiegel en die kaatst het naar beneden en door deze buis hierboven, daar komt het licht van die zon naar beneden, valt door een lens en hier krijgen we dan een beeld van de zon. Zo'n groot beeld van de zon. Dat valt hier op die spleet. Door die spleet valt het 4 meter hieronder op een zogenaamd tralie, buigingsrooster. Dat is een stuk glas met hele fijne groefjes erin, 1200 per millimeter, heel fijn, die het licht in een kleurenband uittrekken, in een spectrum uittrekken. En dat deel van het spectrum kunnen we dan hier vandaan bekijken door een loepje wat zich hier bevindt. En je kunt er natuurlijk een fotocamera neerzetten en er foto's van maken. Dat spectrum dat wordt dus zeer sterk uitgerekt, heeft een lengte van in wezen van rood naar blauw 20 meter. En dat kan dan nauwkeurig gebruikt worden om de zon te onderzoeken. Kees de Jager, een bevlogen wetenschapper die zijn hele leven doorbracht met het doseren van sterrenkunde en het bestuderen van de sterren. Dat was zijn liefde en dat straalt van hem af. En zo gaf hij ook les. Sterrenkunde was voor mij heel interessant, een boeiend vak die hier door de sterrenkundigen zoals Kees de Jager en diverse anderen werd gedoseerd. Sterrenkunde is voor mij een praktische toepassing van natuurkunde. Iedere ster
is een groot laboratorium waar alle natuurkunde in plaatsvindt. De mechanische eigenschappen, de optische eigenschappen van een ster, de reacties die in zo'n ster plaatsvinden, de zonnevlammen, alles komt samen voort in zo'n ster en daar komt de sterrenkundige prachtig over vertellen. En zo heeft Kees de Jager met de zonnespectrograaf zijn onderzoek verricht naar de zonnevlammen en zonnevlekken. Maar er zijn op Sonneborg nog twee bijzondere kijkers te bezichtigen. De Gala-telescoop en de Mertz-kijker, een van de eerste kijkers uit 1853. We staan hier bij de Mertz-kijker. En de Mertz-kijker was een van de eerste instrumenten die we hier op de sterrenwacht krijgen. Het is eigenlijk op een hele bijzondere plek, want deze koepel is nog een van de eerste uit 1853. Dat is ook het jaar dat hier de eerste koepelsterrenwacht van Nederland werd gevestigd. Dat hebben we onder meer te danken aan inspirerende wetenschappers zoals Buys Ballot, die hier op deze plek ook de voorlopers van de KNMI vestigden. Die zijn uiteindelijk vertrokken naar de Bilt, maar op deze plek is eigenlijk een ontzettend grote evolutie, een hele grote sprong gemaakt in de ontwikkeling van de sterrenkunde. En hier is het eigenlijk allemaal begonnen. Dit is de Gala-telescoop en deze hebben we hier op de sterrenwacht gekregen dankzij de ondernemers in Utrecht. En het is eigenlijk een hele bijzondere, want het is de meest moderne telescoop die we hier op de sterrenwacht hebben. Hij is ook heel erg leuk omdat hij computergestuurd is. En dat betekent dat we bijvoorbeeld met speciale software het International Space Station kunnen volgen. En dat is natuurlijk het ruimtestation waar onze Nederlandse astronaut André Kuipers een aantal keren naartoe is geweest. En het leuke is dat we daarmee ook echt zonnepanelen kunnen zien. We kunnen modules erin herkennen. Echt zoals je een ruimtestation in de ruimte zou zien. Voor mij is deze telescoop ook erg belangrijk geweest, want voor het eerst kon ik het ruimtestation zien met mijn blote ogen, waar ik zelf twee experimenten naartoe heb mogen vliegen. Die heeft André Kuipers toen ook uitgevoerd, maar om uiteindelijk het ruimtestation met je eigen ogen te zien, dat is fantastisch. Kees de Jager, ja, hij is dus groot pionier, niet alleen van het Nederlandse ruimteonderzoek, maar ook van het Europese ruimteonderzoek. En hij is voorzitter geweest vele jaren van de Wereldruimteonderzoekorganisatie. Dus hij werd ook internationaal aan alle kanten enorm gewaardeerd. De Russen en de Amerikanen konden het niet eens worden. Wie moet je nou als voorzitter van zo'n grote internationale organisatie op gebied van ruimteonderzoek, de wereldorganisatie? Nou, Kees, die was acceptabel voor zowel de Amerikanen als de Russen, ook omdat hij een groot diplomaat is. Dus hij heeft heel veel kwaliteiten. Hij is een van de grondleggers van het ruimteonderzoek in Nederland. In de tijd gaven de Amerikanen te kennen dat ze bereid waren een Nederlandse satelliet te lanceren. En de gedachte was dan, is er iemand in Nederland die weet wat je met een satelliet kunt doen? En een van de zeer weinige mensen die dat wist was Kees. Kees wist wel vijf dingen die je met een satelliet kon doen. En een daarvan is ook onmiddellijk uitgevoerd, dat is de astronomische Nederlandse satelliet. En die heeft eigenlijk Nederland op de kaart gezet wat ruimteonderzoek betreft. Ja, toen was ik dus 24 en hij was 44. Ik vond hem natuurlijk heel oud toen, maar ja, dat was hij helemaal niet natuurlijk. Hij was wel helemaal grijs. Dat was hij altijd, zolang als ik hem ken, vanaf 1958. Ik heb hem altijd grijs gekend, maar ja, in die zin is hij dus eigenlijk geen bal veranderd in al die jaren. Nee. Een stokoude professor met spierwit haar. Dat was een beetje fout, want dit was 1961. En Kees was dus wel helemaal spierwit, maar nog niet zo oud. Kees blijft jong, Kees blijft even fris en helder als hij altijd is geweest. Hij heeft me toen tot het vak begeesterd. Ik volgde zijn colleges hier. Ik keek naar wie mijn grote voorbeelden zouden kunnen worden en dat is Kees snel geworden. Verder is Kees een hardloper. Zolang als ik hem ken weet ik al dat hij hardloopt. Ik heb zelfs één keer samen met hem in een race gelopen. Twee seconden. En ondanks het feit inderdaad dat ik in de kracht van mijn conditie was en Kees al 60, had ik over 7 kilometer maar 2 seconden minder nodig dan hem. Dan hij. Dus ik was heel blij dat ik op het laatste moment nog versneld heb. Naast de sterrenkunde is vooral de atletiek en vooral het lange afstand lopen altijd mijn hobby geweest. In India al, ik was 17, heb ik meegedaan aan de Java Atletiek Kampioenschappen. Toen moest ik 5 kilometer hardlopen. Ik kwam als vierde van Java aan.
Later in Nederland heb ik het weer opgevat. Ik heb talloze lange afstandlopen gedaan, vele marathons. De laatste marathon was een jaar of 14 geleden. Ik was 75 jaar. Dan heb ik hier op Texel nog weer aan een wedstrijd meegedaan. Het was een prachtige ervaring. En ik hoop dat nog vele malen te kunnen doen. Ik heb zoveel moois over u gehoord hier. Geweldig. Ik ken niemand die zoveel gezond verstand heeft. Wat mij niet lukt is om het even helder te doen als Kees het doet. Altijd glashelder, altijd spijker op de kop. Hij hoeft nooit over zijn zin na te denken. Hij rolt eruit, hij is meteen goed. En zo viert Kees de jaren zijn 97ste verjaardag. Het is een grandioze bijeenkomst. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb er tegen opgezien. Ik denk, wie komt er nou en wat moet ik doen en wat moet ik zeggen en wat zullen zij zeggen? En wat komt er? 80 man, vrienden en collega's uit van kort geleden, van lang geleden, van heel lang geleden. Mensen die ik 30, 40, 50 jaar geleden voor het laatst gezien had. En zoveel vriendschap. Zoveel aantrekkelijke, leuke, aardige mensen die hele leuke dingen tegen me zeiden. Niet verdiend, veel te aardig. Ik vond het een geweldige dag. Hoe lang wilt u nog doorgaan? Ja, nou ik ben nu op een paar dagen 97. Nou, laat ik nog maar een jaar of 10 doorgaan. Dan bent u 107 inmiddels. Misschien, ja. Ik hoop het.